Goedemorgen, wederom voor de derde lezing van vandaag, die gegeven wordt door Patrick Dijkstra van Rabitech. Welkom Patrick in de studio. Patrick die zal jullie verder zo vertellen waar hij voor gekomen is om uit te dragen. De lezing is wederom 45 minuten. Uw vragen kunt u stellen in de openbare chat die Patrick aan het eind van zijn lezing zal gaan beantwoorden. En ik adviseer u uw scherm op fullscreen te zetten, waardoor de lezing goed te volgen is. Dan is het allemaal goed te lezen. Patrick, succes. Ik geef jou het woord. Dank je wel. Ja. Goed, welkom allemaal. Ja, mijn naam is Patrick Dijkstra. Jullie hebben waarschijnlijk ingeschreven onder DER. Zoals jullie zien is de bedrijfsnaam veranderd naar Reditech. Daar kunnen we eigenlijk één heel kort ding over zeggen. DER bestaat nog steeds als testlab en als calibratielaboratorium. Maar alle producten en diensten van DER zijn gerenamed naar het bedrijf Reditech. Puur omdat we op onze producten een ander type naam wilden hebben. En een beter onderscheid wilden hebben tussen het meten en het kalibreren. En tussen de producten die we leveren. Vandaag gaan we het hebben over een testsysteem waar wij een stuk ontwikkeling in hebben gedaan. En dat is een multi-factor testsysteem. Ja, wat is dat? Dat zegt misschien nog niet zo heel veel. Maar dat wil ik vandaag eerst maar eens uitleggen. Ja, wat is het nu eens? Waarom doen we het? Waarom heb je zo'n systeem nodig? Dus als we door de items van de agenda heen kijken, gaan we eerst maar eens even uitleggen wat is het doel van het systeem. Welke eisen zijn er dan aan zo'n systeem? Welke uitdagingen kom je daar technisch in tegen? Hoe hebben we die uitdagingen dan opgelost in de implementatie? En ook een stukje, maar even wat snapshots van, zo gaat het er dan uitzien allemaal. Goed, als eerste een multi-factor systeem. Wat is de toepassing daarvan? In eerste instantie, als we kijken, wat is er om ons heen aan het gebeuren? Nou, we zien het vandaag ook weer. Alles wordt digitaal. De snelheden die we nodig hebben voor internet, streamingdiensten, tv, alles neemt toe in data rates. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor bijvoorbeeld de satellietcommunicatie die plaatsvindt. Elke satelliet zal meer kanalen nodig hebben, ofwel bredere kanalen. Meestal een combinatie van die twee. Nou, nu is het zo dat als je een satellietkanaal breder maakt om een grotere datatroepoet doorheen te krijgen, dan zal je ook de ontvanger een bredere bandbreedte moeten geven. Maar helaas, als we de bandbreedte van een ontvanger breder maken, dan zal de ruis ook toenemen in die bandbreedte. En dat betekent eigenlijk dat je signaal-ruisafstand slechter wordt en dat we daarmee meer moeite hebben om die datalink te creëren. En dat we dus ook meer zendvermogen moeten gaan gebruiken om een goede kwaliteit dataverbinding vanuit de satelliet naar de aarde te realiseren. Over het algemeen bestaat een satelliet niet uit één kanaal. Vaak zijn er een veelvoud aan kanalen in een satelliet. Maar meestal zit er wel maar één antenne op een satelliet. Nou, dat betekent dat de uitgangscircuits in zo'n satelliet bestaan uit filters, combiners, een antennefeed zelf. En op het moment dat die zendvermogens omhoog gaan, dan heeft dat natuurlijk impact op die uitgangscircuits van de satelliet. Dat betekent in de satelliet het combineren van signaal. Dat gebeurt met wat we noemen een OMUX, een output multiplexer. Daarin zitten smalbandige filters. Waarom? Dat is omdat we niet willen dat het ene kanaal terugwerkt in de versterker van het andere kanaal. Dat zou allerlei vervorming en storingen opleveren. Weten we met filters dat te scheiden. Dus tussen die kanalen is eigenlijk isolatie vereist. Dat is eigenlijk het idee. Dus als we naar een plaatje kijken, zoals we hier zien, dan is een satelliet bijvoorbeeld 6 kanalen. Daar zitten 6 channel filters in. En uiteindelijk wordt dat gecombineerd, hier heel simpel als één blokje weergeven, tot één antenne-uitgang. Nou, meestal is dat, omdat die satelliet in de gigahertz aan het uitzenden is, meestal rond de 10, 12 gigahertz in die band, dan praten we hier allemaal over waveguide combiners. Heel veel loodgieterwerk, om het zo maar te zeggen. Daarnaast zal zo'n satelliet over het algemeen zijn kanalen heel dicht bij elkaar hebben zitten. Want hoe meer tussenruimte je tussen kanalen hebt, hoe meer frequentiebandbreedte je verliest als het ware. Dus hoe dichter we het op elkaar proppen, hoe beter het is. Nou, hier zien we bijvoorbeeld van een testsysteem waar we nu mee bezig zijn, hoe de filters tegen elkaar aan liggen. En je ziet eigenlijk dat er een continu frequentiespectrum gebruikt wordt. Dat er eigenlijk geen ruimte is tussen de kanalen. Die filters liggen 100% tegen elkaar aan. Nou, als je dit ziet, dan begrijp je dat het filteren tussen kanalen misschien ook wel een uitdaging is. Deze kanalen staan, misschien is het niet te lezen, maar rond de 11 gigahertz tot 12 gigahertz. De kanaalbandbreedte in dit geval is 36 megahertz. Ja, dat kan in een satelliet verschillen, afhankelijk van de data throughput die je wil hebben.
Als we natuurlijk 6 signalen bij elkaar gaan voegen, dus 6 zendkanalen bij elkaar voegen, dan zal er een totaalpatroon ontstaan op de uitgang van de antenne, waarbij de spanningen in tijd gezien allemaal bij elkaar op gaan tellen. Nou, dat is heel erg frequentieafhankelijk en faseafhankelijk. De amplitudes per kanaal variëren continu. Dus je krijgt een behoorlijk complex signaalvorm op de uitgang van die antenne. En ook in de waveguides in de uitgang, in de combiners. En hieronder zie je wat voorbeelden hoe zo'n spanningspatroon er dan kan gaan uitzien. Dat spanningspatroon, dat noemen we een multicarrier signaal. Dat kan problemen geven als daar te hoge spanningen gaan ontstaan. Daar hebben we zo direct wat plaatjes van. Maar in ieder geval is de envelope van de som van de 6 kanalen is bepalend van wat er gaat gebeuren in de uitgang van die satelliet. Daar is het natuurlijk het vermogen per kanaal van belang, de fase van belang. En ja, alleen als die allemaal op een verkeerd moment bij elkaar komen, krijg je een enorme hoge spanningspieken. Wat gebeurt er dan in de output combiner en in de antenne, in de waveguides? Nou, als we in de ruimte zitten, dan zitten we in vacuüm. En als we in vacuüm zitten, dan hebben we in de ruimte ook geladen deeltjes die door de ruimte zich voortplanten en de wand van een waveguide raken. Dat betekent dat in die wand elektronen losgeslagen kunnen worden. Nou, dat is allemaal nog niet zo erg, maar door het vermogen wat we aan het uitzenden zijn, staat er een spanning in die waveguide en die spanning kan de elektronen versnellen. Met als gevolg dat een elektron de wand raakt aan de onderkant, daar meer elektronen loslaat, dat weer aan de bovenkant raakt. En als dat maar wat versnellen goed genoeg gaat, dan krijgen we een hele wolk van vrije elektronen. En dat kan aangroeien tot een moment, zoals we in dit plaatje zien trouwens. Hier zien we een waveguide sectie. Oh, sorry. Waarom gaat dat niet? Nu zou die hem moeten afspelen. Helaas, dat gaat niet. Wat je ziet is dat er hier nu vrije elektronen ontstaan. Helaas het filmpje wil niet starten. Maar in het filmpje zie je dat er een wolk van elektronen steeds groter wordt. Met als uiteindelijk gevolg dat we een doorslag in die waveguide kunnen krijgen. Als we een doorslag in de waveguide krijgen, dan is het ook final. Dan is die satelliet definitief kapot. Dat is wat vervelend als die satelliet al in de ruimte hangt. Dan heb je toch wel etelijke miljoenen schade. Dus dit effect wil je vooraf weten. Gaat dit gebeuren, ja of nee? Moet ik iets veranderen in de vorm van de waveguide, zodat die doorslag later komt? Want uiteindelijk zitten we dus tussen de grens van zoveel mogelijk vermogen en kanalen in een satelliet stoppen. Maar ergens is een grens dat het kapot gaat. Dus je wil het optimum zoeken. En dan wil je kijken, van kan ik niet toch nog weer een kanaaltje erbij doen? Of de bandbreedte nog iets vergroten, zonder dat het satelliet kapot gaat? Dus het doel is denk ik duidelijk. We willen een testsysteem maken waarbij we op aarde al kunnen onderzoeken of de componenten die in de satelliet zitten in het uitgangssectie, of die wel tegen de situaties in de ruimte kunnen. Dat betekent dat die testen uitgevoerd worden in een vacuümkamer. Nou, dat is niet onze business. Maar wij zorgen dat wij de juiste testsignalen aanbieden aan die vacuümkamer. Als we kijken naar een testsysteem in een heel vereenvoudig blokdiagram, dan hebben we dus eigenlijk hier 6 signaalgeneratoren. Waarbij daarachter de fasecontrole doen, dan de hele boel versterken en bij elkaar voegen, net zoals in de satelliet. Zodat we hier eigenlijk het antennesignaal hebben wat normaal in een satelliet aanwezig is. En als we bijvoorbeeld de outputsectie willen controleren, kunnen we in dit geval een multicarrier signaal, dus met 6 kanalen, genereren waarbij die patronen volledig instelbaar zijn. Wat zijn dan de systeemeisen van zo'n systeem? Ja, we willen 6 kanalen hebben in dit geval, dat is de wens. Dat zit in de KU-band, dus dat zit rond de 12 gigahertz. We willen per kanaal een vermogen hebben van 400 watt. Dus je hebt 400 watt keer 6 op een frequentie van 12 gigahertz. Waarbij elk kanaal via een OMUX, dus een output multiplexer, bij elkaar worden gebracht tot uiteindelijk een gecombineerd signaal van 6 carriers. De maximale fasefout die mag optreden tussen de verschillende carriers, tussen de kanalen, ja, die willen we maximaal 3 graden hebben. Dat kan ik zo direct in een plaatje laten zien wat er gebeurt als die fasefout groter wordt. De amplitudes van de onafhankelijke kanalen, ja, die willen we op een maximaal kwart erbij nauwkeurig gelijk houden. In ieder geval in een gelijke verhouding houden. Dat betekent dat we uiteindelijk 6 carriers hebben en bij een CW, dus een ongemoduleerd signaal, is dat nog allemaal wel te overzien. 6 sinussen kan je op een vaste faseafstand van elkaar houden en daarmee kan je uiteindelijk zorgen dat we een mooi multicarrier signaal hebben. Maar een aanvullende eis is dat we dit niet alleen voor ongemoduleerde signalen willen, maar dat we dit juist willen voor complex gemoduleerde signalen.
Tegenwoordig zijn er tientallen, zij het niet honderden, verschillende modulatievormen mogelijk. Daarmee kunnen de optellingen tussen de kanalen heel anders zijn als dat je dat met CW-signalen doet. Dus de fasecontrole moet niet alleen met CW werken, maar ook met gemoduleerde signalen. Nou, je kan je misschien voorstellen, als je een volledig complex gemoduleerd signaal hebt, dat het heel moeilijk wordt om de fase daarvan nog te meten. Het doel dus uiteindelijk van ons testsysteem is dat we 6 kanalen, die we mooi met 1 generator kunnen maken, versterken op zo'n manier dat de fase- en amplitude relaties tussen de kanalen volledig intact blijft. Bij dit soort sensvermogens, op deze frequenties, ga je toch al heel snel naar traveling wave tube versterkerbuizen. Wat zien we? Dat zijn dus de uitdagingen. Deze TWT-versterkers, die hebben nogal een temperatuursafhankelijkheid. Daarmee kan de fase verdraaien, ook de amplitude kan verdraaien. Maar nog erger, als je kijkt naar het plaatje van uitgangsvermogen ten opzichte van de fase, dan zie je dat als je er meer vermogen uit gaat halen, de fase behoorlijk wegloopt. En dan moet je toch denken dat je zo een graad of 40, 50 weg kan draaien. Dus we hebben en temperatuursafhankelijkheden, we hebben een verhouding tussen ingangsvermogen en uitgangsvermogen. En als we meer of minder sensvermogen gaan gebruiken, dat de boel gaat schuiven. En de fase is ook nog frequentieafhankelijk in die versterker. Dat betekent dat we wat moeite moeten doen om de mooie signalen die we opwekken met een signaalgenerator na versterking nog steeds in fase te houden. Dus dat is de hoofdvraag, hoe houden we fase en amplitude van het uitgangssignaal nog constant? Hier zien we even een plaatje van een TWT-versterker. Daarbij zie je dat als het ingangsvermogen toeneemt, dat de fase, verticaal staat de fase, dat de fase behoorlijk gaat draaien naar maximaal uitgangsvermogen toe. Willen we dat onder controle houden, ja, dan zullen we toch echt een regelsysteem moeten gaan bouwen. Nou, wat zijn de gevolgen van als de fase niet stabiel is? Sowieso kan je natuurlijk wel bedenken dat de optelling van verschillende sinussen die een andere fase hebben op een andere manier optellen. Dus het signaal telt niet meer op een gedefinieerde manier op. Dus om nauwkeurig te testen zal dat in fase gehouden moeten worden. En dat zie je eigenlijk in dit plaatje, waarbij we een random aantal sinussen hebben genomen en gezegd hebben, wat zou er in gebeuren als de fases tussen de sinussen beginnen te schuiven. Nou, hier zien we dat we een fasefout van 3 graden plus of min hebben gesimuleerd. En dan zie je dat op de zwarte lijn er een oranje lijn ontstaat die wat errors veroorzaakt. En onderin rekenen we uit dat bij 3% fasefouten, 3 graden fasefouten, er een totale onzekerheid ontstaat van 0,5 dB. Dat is nog te overzien. Als dat 15 graden zou worden, dan zien we al dat we een fasefout van 2,35 dB gaan krijgen. Of niet een fasefout, maar een totale amplitudefout van 2,35 dB. Ja, dit worden al onzekerheden die te hoog zijn om nauwkeurige testen te gaan uitvoeren. Laat staan als we het laten wegdriften naar 50 graden misschien wel. Oké, hiermee is denk ik de probleemstelling duidelijk. We willen een multicarrier signaal maken waarbij alles perfect in fase blijft, zodat we een heel betrouwbare test kunnen uitvoeren. Op het moment dat we fase gaan regelen, want op zich zou je zeggen een regelus is makkelijk, ik meet aan de uitgang de fase en ik ga aan de ingang de fases corrigeren, zodat het allemaal recht blijft staan. Dan kan een versterker driften, maar wij draaien gewoon tegengesteld weer de fase recht. Vervelend hierbij is dat elke verzwakker die we gebruiken om de amplitude recht te zetten een fasefout verandert, geeft als je hem gaat veranderen in verzwakking. En elke fasedraaier, op het moment dat je aan een faceshifter de fase gaat draaien, gaat ook de amplitude aan de haal. Dus we zitten met regelsystemen die elkaar beïnvloeden. Nou, dat is een vervelende bijkomstigheid. Ander probleem is, hoe meten we nu de fase van een complex gemoduleerd signaal? Nou, dat is ook een ding waar we tegenaan liepen. Dat is verderop opgelost. En een ander probleem is dat we aan de uitgang van de combiner natuurlijk 6 signalen hebben staan. Terwijl we de fase van 1 signaal weer willen bekijken met zijn oorspronkelijke signaal. En dat voor alle 6 de kanalen. Het oorspronkelijke signaal met zijn versterkte signaal willen we checken. Maar aan de uitgang staan er 6 signalen en die andere 5 geven beïnvloeding van onze meting. Dat betekent dus dat we ook filters moeten maken die uiteindelijk werken op een frequentie van 10 GHz, 12 GHz in die orde grootte, met een bandbreedte van 36 MHz en een afsnijstijlheid van ongeveer 1 MHz. Nou, dat soort filters is op die frequenties eigenlijk gewoon niet realiseerbaar, maar we hebben ze wel nodig. Dus dat is een uitdaging. Oké, hoe hebben we de implementatie gedaan? Ik wilde eigenlijk hier 3 dingen uitpakken. Ten eerste even de power combining. De prestatie zegt al, we gaan met 400 watt per kanaal werken. Maar 400 watt opwekken op deze frequentie lukt al niet met 1 versterker.
Hier moeten we al gebruik maken van twee versterkers die we gaan combineren tot één kanaal. Ook die twee versterkers, omdat dat weer TWT-versterkers zijn, kunnen onderling uit fase raken. En dan tellen ze ook zelf niet goed op. Dus we hebben iets nodig van een actieve power combining. Dan hebben we de faseregeling zelf. En we hebben extreem smalle filters nodig om met een 36 MHz bandbreedte een signaaltje op 12 GHz eruit te filteren. Nou, die drie onderdelen van het totale systeem zou ik wat verder willen toelichten. Zoals ik zei, elke versterker bevat elk kanaal bevat twee versterkers. Elke versterker heeft dan 350 watt aan vermogen. We moeten die twee versterkers optimaal met elkaar matchen door ook bij die versterker de fases gelijk te houden en de amplitudes tussen de versterkers gelijk te houden. Nou, hoe gaan we dit oplossen? Dit hebben we opgelost door een pluginkaart te maken die voor de versterkers zit, voor twee versterkers, waarbij we in elk kanaal van zeg maar de A en de B kant van de versterker de fase en amplitude kunnen regelen. Die twee versterkers worden dan uiteindelijk hier gecombineerd met een hybrid ring. Die hybrid ring heeft een somuitgang waarbij het totale vermogen eruit komt. En hij heeft ook een verschiluitgang waarop we meten en kijken van, zodra dat verschil nul is of minimaal is, dan staan de uitgangen dus blijkbaar in fase. Dus eigenlijk door gebruik te maken van een hybrid ring en het terugmeten op de verschiluitgang, kunnen we bepalen of we op de juiste fase zitten. Tegelijkertijd meten we ook het uitgangsvermogen, het gecombineerde uitgangsvermogen terug. En sterker, dat is hier niet getekend, we meten ook nog van de losse modules de vermogens terug. Zodat we helemaal kunnen zien of de versterkers in balans staan, zowel in fase als in amplitude. Nou, dit is een volledig automatisch regelsysteem, die dus live elk kanaal in fase houdt. Dus het zit in het systeem weer 6 keer opgenomen. Dan gaan we naar de fasecorrectie kijken. Nou, de eerste vraag is al, hoe gaan we nu die fase meten? Ik kan zo direct het beter uitleggen met het blokdiagram, maar de fase meten we uiteindelijk door het originele signaal van een kanaal van de signaalgenerator te vergelijken met het versterkte signaal, een sample daarvan, en dat die twee signalen, dus eigenlijk het signaal met zichzelf te vergelijken, om te kijken wat daar de faseafwijkingen tussen zijn. Nou, dat zien we hier in dit blokdiagram wat meer. Het wordt iets uitgebreider. Overigens is dit blokdiagram ook weer enorm versimpeld om het enigszins te kunnen uitleggen. Wat we hier doen is we gebruiken als signaalgenerator niet 6 losse signaalgeneratoren. Want dan zouden we die onderling alweer in fase moeten gaan lokken. Wat op zich zou kunnen, maar het systeem al wat minder nauwkeurig maakt. We maken als signaalgenerator gebruik van een arbitraire waveform generator. Die zelf vanuit zeg maar een DA-converter de sinussen opbouwt. Nou, dat klinkt redelijk te doen, alleen we willen wel naar 12 GHz doen. We gebruiken in dit geval een AWG-generator die zelf al tot 6 GHz sinussen kan opbouwen. En dus ook 6 verschillende sinussen volledig in fase gesynchroniseerd met elkaar kan opwekken. Dus eigenlijk is het startpunt waar we beginnen redelijk perfect. We hebben 6 sinussen die exact in een vaste faserelatie zitten, omdat ze uit dezelfde klok vandaan komen, uit dezelfde bron vandaan. Alleen 6 GHz is nog niet genoeg voor wat we nodig hebben. Dus wat we in eerste instantie doen, is die 6 GHz omhoog mengen naar de gewenste band van zo'n 12 GHz. Nou, dat is nog een vrij simpele stap. Dat doen we hier met een local oscillator en een mixer. Vervolgens kunnen we in dit kanaal met een fasedraaier de fase van het kanaal verschuiven. Want hierachter zit de TWT-versterker, die dus ongewenste fasefouten maakt. En eigenlijk met de knop hiervoor draaien we hem weer terug op zijn plaats. Nou, dat is denk ik nog te begrijpen, maar dan moeten we nog wel kunnen meten waar we draaien. Dus aan de uitgang van het hele systeem, waar we nog maar één uitgang hebben, waar de 6 kanalen staan, hebben we een coupler zitten die meet het totale plaatje terug. En die komt aan deze kant terug, vanaf weer rond die 10 GHz, met 6 kanaaltjes. En die mengen we met dezelfde oscillator waarmee we hier omhoog hebben gemengd, mengen we die weer terug naar de 6 GHz band. Dus eigenlijk wat we hier hebben, zijn nu 6 carriers van de 6 kanalen. Terwijl één van deze 6 het kanaal is wat we hier aan de ingang krijgen. En dus deze kaart zit ook weer 6 keer in het systeem. Hier hebben we die 6 carriers en die kunnen we nu nog niet in fase vergelijken met het ingangssignaal wat de bron was. Dat betekent dat hieronder ergens een doos moet komen te zitten die uit die 6 carriers één carrier er weer uithaalt. Vervolgens hebben we dan door dat filter heen, dat we zo direct nog gaan bespreken, één van de signalen. En die gaan we hier op een fasevergelijker, op een mixer zetten. Dus eigenlijk het ingangssignaal zelf wordt hier gebruikt samen met zijn eigen referentie.
En als je twee signalen op een mixer zet, twee keer hetzelfde signaal, dan krijg je eigenlijk een gelijkspanning die de fase is tussen de twee signalen die je aanbiedt. Nou, op het moment dat het hetzelfde signaal is, betekent dit ook dat het niet meer uitmaakt of dat signaal gemoduleerd of ongemoduleerd is. Want ze zijn met hetzelfde signaal gemoduleerd, dus de modulatie valt eigenlijk weg uit de vergelijking. Dus we hebben hier een gelijkspanning die een maat is voor de fasefout die is opgetreden. Die fasefout kunnen we in eerste instantie gebruiken om deze de fasevergelijker in het midden te zetten. We hebben namelijk aan de uitgang van het systeem een hele snelle oscilloscoop zitten. Die draait op 128 gigasamples. Daarmee kunnen we op 12 gigahertz de fasefout tussen de kanalen bepalen. Dan draaien we die fasefout weg met deze knop. Dan staat deze fasevergelijker ergens in zijn werkgebied. Nou, dat is niet zo fijn, want we willen hem in het midden van zijn werkgebied hebben. En daarvoor hebben we hier nog een phase shifter zitten, waarbij we de fasevergelijker weer in het midden van zijn werkgebied zitten, op het moment dat de fasefout dus al weggeregeld is in de boventak. Op het moment dat dat gebeurd is, zeggen we tegen het hele systeem, we weten nu dat bijvoorbeeld hier 1 volt betekent dat alles op de juiste plek staat. En hou gewoon nu die 1 volt in stand. We gaan hier meer geen fase meer meten, maar we houden alleen nog de fasefout in de gaten hier aan de uitgang. En we regelen aan de faseknop om die fasefout op zijn plek te houden. Nou, dat is eigenlijk hoe het faseregelsysteem in elkaar zit. Hierbij is dan 1 ding cruciaal, dat we hier uit de 6 carriers dat ene kanaal weer terug kunnen filteren. Nou, dat is eigenlijk het volgende systeem. Willen we een flexibel filter hebben, wat instelbaar is eigenlijk, want de kanalen kunnen over tijd verschuiven. De klant kan besluiten, ik ga op een ander kanaal zitten, dus ik ga een frequentie verschuiven. Dus ik moet dat kleine filter ook nog kunnen verschuiven. Dan moeten we een flexibel instelbaar filter hebben met enorm hoge stijlheden, waarbij we uiteindelijk daarmee uit het hoogfrequentiespectrum een heel klein bandje kunnen pakken, zodat we, even terug hier, het originele signaal kunnen vergelijken met een sample van het multicarrier signaal. Overigens, de reden dat we hier dezelfde local oscillator gebruiken om omhoog te mixen en weer terug naar beneden, is omdat dan hier in deze mixing alle fouten die hier erop gezet worden, daar weer afgetrokken worden. Dus het is coherent mixen aan twee kanten, zodat we echt helemaal hetzelfde signaal weer terugkrijgen. Als we kijken naar het blokdiagram van het filter, dan wordt hier ook coherente mixing toegepast. Wat hier de truc is, dat we in eerste instantie van het signaal rond de 6 gigahertz, waar die 6 carriers staan, gaan we eerst omhoog mengen naar een hogere frequentie dan waar we zitten, dus naar 11 gigahertz. Daar kiezen we een filter wat een bandbreedte heeft van ongeveer 200 megahertz. Daar pakken we dus een bandje van 200 megahertz, waar nog steeds meerdere kanalen in zitten, filteren we eruit. Dat doen we hier met een mengtrap, mengen we dus het binnenkomende signaal in zijn heel, de 6 carriers, naar 11 gigahertz. En daar pakken we een bandje van 200 megahertz eruit. Vervolgens gaan we dat bandje van rond de 11 gigahertz naar beneden mengen naar een hele lage frequentie. Een hele lage frequentie rond de 600 megahertz. Bij 600 megahertz kan je namelijk gebruik maken van hele steile SAW filters. En die zit hier dan achter met een bandbreedte van 40, 36 megahertz, afhankelijk van de kanaalbreedte die de satelliet gaat krijgen. Dan hebben we hier een kanaal, 1 kanaal nog over, maar dat staat op 600 megahertz. Ja, dat willen we niet, want we willen uiteindelijk dit kanaal vergelijken met zijn eigen originele frequentie. Dus nadat we gefilterd hebben, mengen we het geheel weer terug naar 11 gigahertz. En dat doen we weer met dezelfde local oscillator waar we hier naar beneden gemengd hebben. Mengen we hem hier weer omhoog. En daarna, als je op 11 gigahertz zet, wordt hij met deze oscillator weer teruggemengd naar het 6 gigahertz bandje. En dan is hij weer helemaal op zijn oude plek terug. Dus door het signaal eerst naar beneden te mengen, te filteren en daarna weer omhoog te mengen, kunnen we heel selectief 1 kanaal op 12 gigahertz eruit pakken. Wat anders niet zou lukken als je het op zijn eigen frequentie zou doen. Nou, dit signaal gaat dus weer terug, nog even terug naar de vorige slide. Het multicarrier signaal gaat het filterbox in en komt hier dus gefilterd weer terug. Oké, op die manier hebben we gerealiseerd dat we hele smalle filters kunnen maken. Hoe gaat dit er dan allemaal uitzien? Het hele rek bestaat uit in eerste instantie 4 19-inch kasten, waar je hier ziet dat er 6 versterkers zitten aan deze kant, 6 versterkers aan die kant. Dit vormt dus met 2 versterkers per kanaal de 6 kanalen die we opwekken. Daar zitten een heleboel modulaire systemen in,
waarmee we alle insteekkaarten die we nodig hebben, zoals de faseverschuivers, zoals de amplitude balancing, al dat soort dingen gaan regelen. Er zit hier boven een blok van 6 kanalen voor een arbitraire waveform generator. Er zit een heel stuk beveiliging in, want als er in de weefkaart toch wat misgaat tijdens het testen, dan zou die weefkaart beschadigen. Nou, dat is niet zo erg dan dat dat in de ruimte gebeurt. Dan zou de schade echt heel erg groot zijn. Dan moet je een satelliet afschrijven. Als het op aarde gebeurt, heb je nog steeds tienduizenden, misschien wel 100.000 euro schade aan die satelliet. Dus wat we willen is, zodra het dreigt mis te gaan, willen we die satelliet afschakelen of ons testsysteem afschakelen, zodat we geen schade hebben. Nou, dat realiseren we door uiteindelijk hier in het systeem een testsysteem te hebben wat met glasvezels in de waveguides meekijkt. En op het moment dat er een vonk in een waveguide gaat ontstaan, dan detecteert dat systeem dat al. Dus dat betekent dat zodra de eerste dingen gebeuren, zie je dat al en kan je heel snel het RF uitschakelen, zodat de waveguide zelf heel blijft. En die gaat pas stuk als die millisecondes of honderden millisecondes aanblijft. Maar dit systeem kan in microsecondes de boel al uitzetten. Nou, daarnaast zitten er heel veel signaalgeneratoren nog in. Hier zitten nog 3 signaalgeneratoren. Dat is meer om de systemen af te regelen. Dus om alles in lijn te zetten. Er zitten heel veel powermeters in. Er zitten 6 dual powermeters in. Dus totaal 12 powermeters die overal in het systeem meemeten. Om op de juiste powerlevels te rempen. Want uiteindelijk gaat de test eruit zien dat we beginnen bij een heel laag vermogen. En dan al die kanalen heel langzaam gaan oprempen. Ze worden eerst in onderlinge fase verhouding gezet, zoals de klant zijn testpatroon wil doen. Dat kan ook zijn dat het ene kanaal 100 watt moet gaan worden en het andere kanaal 50 watt blijft. Dat is helemaal aan de klant om dat te configureren. En dan gaan we rustig die niveaus in verhouding opregelen en in fase houden, totdat je bij het testniveau, het letterlijke dreigingsniveau, terechtkomt. Het kan ook zijn dat het destructieve testen zijn, dat ze gaan doorregelen net zolang tot het fout gaat. Dan moet je wel genoeg vermogen hebben om het nog fout te laten gaan. Uiteindelijk is de som van alle kanalen dus 2400 watt RF op 12 gigahertz. In het midden zit een stuk power distributie. Je kan je ook voorstellen dat op het moment dat je dit rek aanzet, dat je zo'n inrustcurrent krijgt door al die RF-versterkers, dat het gewoon meteen misgaat bij de automaten. Dus er zitten power sequencers in om te zorgen dat alles netjes opstart en niet uitklapt. Daarnaast zit hier de heuvelsnelle oscilloscoop die aan de uitgangen de 128 gigahertz meet. Met 128 gigahertz samples de fasefouten meet. En er zit nog een spectrum analyzer in om in het kanaal het vermogen te meten. Een powermeter heeft natuurlijk als nadeel dat je wel per kanaal het vermogen kan meten, maar aan de uitgang niet meer kan meten, omdat daar 6 carriers staan. Dus daarvoor gebruiken we een spectrum analyzer om in het kanaal te meten wat er gebeurt. Nou, daar zitten ook wat extra trucken in om dan die kanalen en die analyzer te kalibreren. Want je kan je voorstellen, een analyzer is niet super nauwkeurig om dit soort dingen te meten. En dan kan je niet met een kwarte been nauwkeurig in een kanaal het occupied power meten. Daarvoor moet je eerst weer met een signaalgenerator die analyzer kalibreren. En dat doen we dus single channel met een signaalgenerator en een powermeter. Daarmee zetten we de analyzer zeg maar in line. Dit alles bij elkaar is dan gaat leiden tot deze 4 rekken die we hier zien staan. En hierachter zien we eigenlijk de output combiner, de multiplexer, die ervoor zorgt dat die 6 kanalen bij elkaar gekoppeld worden naar 1 antenneuitgang. Hier zitten de filters voor de kanalen, zodat het ene versterker niet beïnvloed wordt door de andere versterker. Hier zit ja, eigenlijk alle waveguide logica, al het loodgieterwerk in. De versterkers zelf, die zien we hier even vanaf de achterkant, die produceren nogal wat warmte. Want om 400 watt te maken per kanaal blijkt dat zo'n versterker misschien 15% rendement heeft. Dus het totale systeem is gevoed met 3 keer 64 ampère. Dat wil best wel wat energie slurpen. Dus elke versterker heeft waterkoeling, heeft in- en uitgangen voor de waterkoeling. Hier zie je de manifolds, waarbij we eigenlijk in deze balken de water aanvoer doen en alles gaat door de versterker heen en komt er aan de andere kant weer uit. En dat ook weer dubbel uitgevoerd. Maar hetzelfde geldt voor de output multiplexer. De output multiplexer zelf zal ook dissiperen, omdat die filters die daar ook in zitten behoorlijk smal zijn en op de randen dus dissipatie zullen veroorzaken. Overigens, als de klant een kortsluiting aan zijn waveguide uitgang heeft, omdat zijn antenne of zijn device onder test kapot gaat of niet goed is, dan moet dat systeem natuurlijk heel blijven. Dat betekent dat de hele combiner van onszelf bestand moet zijn tegen 100% reflected power. En daar moet dus ook behoorlijke koeling op zitten om dat allemaal heel te houden.
Oké, dus hier zie je in ieder geval de achterkant van de versterkers met de waterkoeling. Dan zien we van bovenaf gezien hier weer de rekken staan met de versterkers. En hierachter nog een keertje het hele combining gedeelte, waarbij hier de Omux filters zitten en hier uiteindelijk één kanaal naar buiten gaat. Nou, hier zien we ook nog even tegen de achterkant aankijken, want hier zie je denk ik mooi de combiners ook, waar we hier het beter zien. Hier zie je twee versterkers boven elkaar zitten. Hier zit een combiner waarbij één kanaal wordt gemaakt vanuit twee versterkers. En dat zie je dan hier drie keer boven elkaar zitten. En aan de andere kant ook weer. Zo is het systeem helemaal mechanisch opgebouwd. En hier kun je dat misschien nog iets beter zien, die output combiner sectie. Hier zien we ook bijvoorbeeld weer een load zitten die ervoor zorgt dat in onze circulators, waarbij we eigenlijk twee kanalen combineren, als er een mismatch is aan de uitgang, dan komt alles eigenlijk op je verschilpoort terug. En die verschilpoort moet er wel tegen kunnen. Dus die moet zomaar weer tegen de 800 watt kunnen dissipiëren. En daarvoor heb je behoorlijke koelers ook weer nodig om dat kwijt te kunnen. Oké, als we kijken naar het eindresultaat, dat is er nog niet. We zijn nu zover dat we de hele systeem aan het opbouwen zijn. Wel alle subsystemen getest hebben. Ook al volledige low power testen hebben kunnen doen. Waarbij we faseverschuivingen kunnen aanbrengen alsof een versterker die fasefout geeft. En daarbij zien we inderdaad dat het hele concept werkt. We zijn nu letterlijk de laatste, ik denk 3-4 maanden zijn we bezig om het hele systeem fysiek op te bouwen. En alle final testen te doen. Ook onder high power. Innovatieve dingen die we erin hebben zijn actieve power combiners om twee TWT's zo optimaal mogelijk te combineren. De automatische channel phase tracking functie die we erin hebben zitten, die dus met CW maar ook met complexe signalen werkt. En de afstembare filters waarbij we een 36 MHz bandbreedte halen om één kanaaltje in de band eigenlijk van 8 tot 18 afstembaar te kunnen filteren. De keuze die we gemaakt hebben is gebruik te maken van onze modulaire systemen, die we ook in de EMC-markt gebruiken om signaalgeneratoren, switchkaarten en veldprobes in te kunnen pluggen. Op dat platform hebben we insteekhaarten ontworpen die de fasefilteringen kunnen doen, de power combining kan doen. En ja, doordat je al het platform hebt, is die ontwikkeling in relatief korte tijd door te voeren. Dit brengt mij aan het eind van mijn verhaal. Ik zie dat ik een aantal vragen heb. Heb ik een paar vragen? Even kijken hoor. Van Mark-Jan. Is het in een satelliet U-bocht mogelijk digitaal in baseband per 36 MHz kanaal adaptief equalization te gebruiken voor elke 400 watt power amplifier? Even kijken of ik de vraag snap. Ja, ik begrijp eigenlijk eerlijk gezegd niet de vraag wat u bedoelt met in baseband. Ik zie deze eventjes niet. Ik ben bang dat ik die vraag niet kan beantwoorden, want ik snap de vraag niet. Oké. Ja, maar ik denk dat we dat even in een persoonlijk contact doen. Ik zie van Jack een vraag. Waarom nog geen galliumnitride vets? Galliumnitride in de bandbreedte van 8 tot 18, dat is nu nog bij deze vermogens heel erg op de rand of dat goed gaat. Je ziet inderdaad nu wel galliumnitride devices die tot zo'n 18 tot 20 gigahertz gaan. Maar om uiteindelijk de 2400 watt daarmee te maken, is nog heel erg in ontwikkeling om dat echt op een goede manier te doen. Het is inderdaad, ik ben het eens, als je nu hier te weten kijkt, zou je zeggen, van dit zou mogelijk nu een pad kunnen zijn. Ook dan heb je trouwens dezelfde problematieken nog wel, dat je moet gaan bijregelen. Want ik heb dat niet genoemd, maar het is niet alleen de versterker die drift, daar is de drift wel het grootste, maar ook in je output combiners blijf je drift houden. Ook daar zal je voor moeten corrigeren. Dus je blijft een correctie nodig hebben in het hele systeem. De achtergrond, nog terug even op de vraag om geen galliumnitride. Dat had nu een ontwikkelpad kunnen gaan worden. Maar je moet wel bedenken dat deze trajecten, de eerste ontwerpfases hiervan waren 8 jaar geleden al. Met zo'n klant in de satellietmarkt gaan ze niet over één nacht ijs. En zie je dat je gewoon al jaren terug je designkeuzes maakt. En ik denk inderdaad dat we in de afgelopen 3 jaar een enorme ontwikkeling in galliumnitride hebben gezien.
dat was in eerste instantie ook nog niet tot de hoogste frequenties, niet tot 18 gigahertz. Op dit moment zou dat zo langzamerhand kunnen gaan gebeuren. Overigens zie je eigenlijk nog heel weinig producten die op die frequentie werken. Maar gezien de looptijd van het traject was dat zeker geen optie. Ik zie van Koen Roes, heeft het grote uitzuurbereik invloed gehad op het ontwerp. De vraag is, wat bedoel je met het bereik, de powerbereik of de frequentiebereik? Het powerbereik is het vraag, oké. Okay. Enigszins, ik moet zeggen dat dat wel meevalt, want het totale bereik wat we moeten genereren loopt eigenlijk vanaf vol vermogen naar 30 dB eronder. Want als we op 400 watt op een kanaal zitten en je gaat factor 1000 naar beneden, dan is dat 0,4 watt. Op dat niveau zal nooit een multipactor effect meer optreden. Dus we zitten eigenlijk altijd helemaal bovenin onze power range van de versterker. En dat gaf niet een enorme extra complexiteit. We hoefden niet een regelbereik te hebben van 70 dB of meer. We konden het volstaan met een 30 dB regelbereik. Waarbij de ontwerpen eigenlijk veel verder kunnen. Tot een dB of 50, 60 kunnen regelen. Dus nee, dat was niet echt een extra probleem. Zijn er nog meer vragen? Want anders ben ik hierbij, denk ik, aan het einde van mijn verhaal. Kom ik er vast weer bij staan. Helemaal goed. Volgens mij niet, hè? Ik zie geen meer vragen. Nee, nee. Nou, dan had je een duidelijk verhaal. Ja, oké, okay, dankjewel. Ja, okay. Hartstikke bedankt. Iedereen bedankt voor zijn aandacht. Nou, jij ook, okay. Bedankt, Patrick. Graag gedaan. En u als kijker ook, dankjewel weer voor uw aandacht. Om 1 uur hebben we nog een mooie praktische lezing, Patrick, zegt R. Ja, ik zie hem. Nou, altijd goed om te horen. Altijd goed, ja. Om 1 uur hebben we nog een lezing van Sorama. En om 2 uur van Astron. Dus nou, komt u vooral nog weer even terug om deze te volgen. En na dit webinar kunt u nog, als u dat zou willen, enquêteformulier invullen. Het is altijd fijn voor ons om uw reacties te hebben. Bedankt weer voor het kijken en graag tot zometeen. Dank je wel.